Goedenavond allemaal, wat leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik iets korts met jullie gaan delen en ik heb er boven gezet, boven de korte studie van vandaag, ook naar aanleiding van de preek van afgelopen week. Waaraan zul jij herinnerd worden? Waaraan zul jij herinnerd worden? Of je zou ook kunnen zeggen, als je zometeen in de hemel komt, wat zal dan jouw rapportcijfer zijn? Dus wat zal jouw rapportcijfer zijn en waaraan zul jij herinnerd worden? Dat is even waar ik kort met jullie naar wil kijken. En ik wil even kijken naar het rapportcijfer of naar de herinnering van twee personen. In dit geval zijn het Abraham en Sarah, daar hebben we het ook afgelopen zondag over gehad. Wat hun herinnering is in het Nieuwe Testament. En dan gaan we eerst even iets lezen uit het boek Romeinen. Romeinen hoofdstuk 4, dan lees ik even vers 20 en vers 22 voor. Dit is wat Paulus schrijft over Abraham, let op. En hij, en het gaat over Paulus, heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Dus dat was het rapportcijfer van Abraham. Heel goed. Een hele goede herinnering. Hij had geloof. Hij heeft niet getwijfeld. Nou, het rapportcijfer van Sarah. Dat staat in Hebreeën 11 vers 11. Daar staat, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het volgende over Sarah. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Sarah was ook al zo'n vrouw van geloof. Dus wat was het eindrapport van Abraham? Ik heb drie dingen opgeschreven. Abraham had in de eerste plaats geen twijfel. Abraham gaf God de eer en zijn geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. En eigenlijk door het geloof heeft Abraham dus rechtvaardige dingen gedaan en werd alles hem tot gerechtigheid gerekend. En wat staat er dan op het eindrapport? Of wat is nou de herinnering van Sarah vanuit het Nieuwe Testament? Sarah is iemand die kracht ontvangt door haar geloof. Zij had geloof ondanks haar hoge ouderdom. Ze keek niet op de omstandigheden. En zij achtte God getrouw die het beloofd had. Wat een mooie herinnering. Wat een mooi eindrapport. Maar nou vraag ik mij af. U en ik, wij kennen allebei het Oude Testament. En anders ken je misschien de verhalen die je in de zondagsschool hebt gehoord over Abraham en over Sarah. En alles wat daarbij komt kijken. Klopt dit eindrapport wel? Klopt dit cijfer wel wat Abraham heeft gekregen en wat Sarah heeft gekregen? Gewoon even een paar dingen. Als je kijkt naar Abraham, en ik heb een aantal dingen opgeschreven en ik noem dit het falen van Abraham. De momenten dat Abraham fouten maakte. En op de een of andere manier zegt het Nieuwe Testament er niet zoveel over. Let op, wat hebben we gelezen en wat hebben we gehoord afgelopen zondag? Abraham die kreeg van God een opdracht. En God had tegen Abraham gezegd, jij moet je land verlaten, maar je moet ook jouw familie achterlaten. Ook het huis van jouw vader moet je achterlaten. En wat hebben we gezien afgelopen zondag? Abraham gaat op reis en wie gaat er met hem mee? Lot gaat met hem mee. En nergens lees je dat Abraham zei, nee Lot, jij moet thuis blijven. Ik moet alleen gaan, ik moet het alleen doen. Nee, ook kom met me mee Lot. En Abraham valt daarmee, want dat hebben we ook afgelopen zondag gezien. Lot veroorzaakte allemaal problemen in het leven van Abraham. Allemaal problemen voor hemzelf, allemaal problemen voor zijn nakomelingen. Het was één groot drama, want Abraham nam Lot mee. Dus Abraham faalde, dat is het eerste waarover faalde. En we gaan het nu niet doen, maar in Genesis 20 staat een ander moment waarin Abraham faalde. Abraham die loog namelijk over zijn vrouw. Het was eigenlijk niet een volledige leugen, maar een halve waarheid. Maar vaak zullen we zien, een halve waarheid is ook een hele leugen. En wat zei Abraham over zijn vrouw? Tegen Abimelech.
Hij zei tegen Abimelech, dat was een heer of een koning uit die plaats waar Abraham op een gegeven moment heen trok. Hij zei tegen Abimelech, Sara is mijn vrouw. Hij zei tegen Abimelech, Sara is mijn zus. Het was ook zo technisch gezien, het was een halfzus. Maar Sara was ook de vrouw van Abraham. Maar Abraham verzweeg dat. En Abimelech, je kunt het nalezen in Genesis 20. Abimelech die vond Sara een knappe vrouw. En Abimelech ging achter deze vrouw aan. En wat gebeurt er? Er komt een vloek over Abimelech en over dat hele volk. Alle vrouwen die rondom Abimelech waren, die onder zijn gezag waren, die konden geen kinderen meer krijgen. En in een droom gaat God dan Abimelech waarschuwen. En legt hem uit, die Sara, die is getrouwd. En Abimelech die wist natuurlijk van niks en God redt eigenlijk Abimelech. Maar wie veroorzaakt deze problemen? Dat was Abraham, want hij liegt over zijn vrouw. Heb je ooit van je eigen vrouw gezegd, als je wat een intimiderende man tegenkomt, oh, dat is mijn zus. Dat zou je niet zeggen, dat zou je niet doen. Maar Abraham die doet het gewoon. Abraham faalde. Hij geloofde niet dat God hem zou beschermen. Nee, Abraham faalde. Abraham die twijfelde ook aan God. En we lezen bijvoorbeeld over Eliezer. Dat was zijn knecht. En Abraham zegt op een gegeven moment tegen God, zou dit dan mijn erfgenaam zijn? Is het deze Eliezer, deze knecht van mij uit Damascus? En dan zegt Abraham tegen God, u hebt me geen nageslacht gegeven. En deze persoon, dit moet dan mijn erfgenaam worden. En Abraham die herhaalt deze twijfel. En dan later moet het Ismaël worden. Maar ook Ismaël zal het niet worden. Dus Abraham die twijfelde. En natuurlijk, Abraham die stemde ook in met op een gegeven moment komt Sara, die komt met het idee. Weet je wat we gaan doen? Ik kan geen kinderen krijgen, maar weet je wat we gaan doen? Hier is mijn slavin. Hagar. En uit Hagar kun jij dan nageslacht of nakomelingen verwekken voor mij. En dat gebeurde gewoon. En Abraham die stemt daarmee in. Die laat toe dat zijn vrouw dit doet. En die zegt van ja oké, dan ga ik wel met Hagar. En dan maak ik daar wel kinderen mee. En Abraham die doet dat gewoon. Abraham faalde keer op keer op keer op keer. Als je dit allemaal onder elkaar zet, dan zie ik in Abraham iemand die aan het falen is. En nog een keer te herhalen, in de eerste plaats, hij faalde toen hij Lot meenam. In de tweede plaats, hij faalde toen hij loog over de status van zijn vrouw, van zijn eigen vrouw. Wat een man is dat dan, zou je denken. Hij faalde toen hij twijfelde aan God. Hè, of dit wel de erfgenaam zou zijn, of de erfgenaam nog wel zou komen, of Eliezer het niet zou zijn. En tenslotte faalde hij toen Ismaël in zijn toen zijn vrouw voorstelde om haar nakomelingen te verwekken vanuit haar slavin. In plaats van bij Sara. En toen kwam uiteindelijk Ismaël. Dus dit is Abraham. Abraham faalt keer op keer. Maar dan lezen we ook over Sara. Sara die faalde ook. In de eerste plaats, zij manipuleerde haar man op zo'n manier. In Genesis 16. Om haar een kind te verwekken bij haar slavin. En toen dat kind kwam, toen werd ze jaloers. Wat een falen. Wat een falen had deze vrouw Sara. En ze gaat haar slavin kleineren en ze gaat haar wegpesten. En uiteindelijk gaat de slavin van Sara met een nieuwgeboren kind, met Ismaël, vluchten ze. En uiteindelijk, nou, door een bovennatuurlijk ingrijpen, komen ze weer terug bij Sara en Abraham. Maar Sara was degene die faalde. Sara die manipuleerde in de eerste plaats haar man. En in de tweede plaats toen dat kind kwam. En dat ze zag dat haar slavin wel zwanger werd en zij niet. Toen werd ze jaloers. En ze pestte haar. En ze maakte haar het leven onmogelijk. Ze kleineerde haar. Jongen, wat een falen van die Sara. En op een dag, dit is misschien wel het ergste. Komt God zelf. Die komt Abraham bezoeken. De Yahweh zelf, als een manifestatie van God, die komt Abraham bezoeken. En ze komen met z'n drieën. God had nog twee engelen met zich meegenomen. En dan zegt God tegen Abraham, over een jaar kom ik terug. En dan zul je een zoon hebben. En wat doet Sara? Ze moet lachen.
Ze lachte niet hardop, maar ze lachte van binnen. Ze vond het belachelijk. Wat een idee. Dus in de eerste plaats, ze lachte toen God sprak. Als God spreekt tegen jou of tegen mij, dan moeten we niet gaan lachen. Want als God spreekt, dan gaat het ook gebeuren. Want God is een getrouw God en God is een almachtig God. Maar Sara lachte. En dan zegt God tegen haar, waarom lachte jij? En dan liegt ze ook nog. Dan zegt ze tegen God, ik heb niet gelachen. En dan zegt God, nee, je hebt wel gelachen. Wauw. Zou jij liegen? Iedereen liegt wel eens. Maar zou jij liegen als jij met God in gesprek was? God weet alles. Zou je recht in zijn gezicht, zou je gaan liegen? God weet alles. Er is geen plek voor jou om nog te gaan liegen. Het is totaal nutteloos om te gaan liegen. Maar Sara, die heeft tegen God gelogen toen ze de belofte kreeg dat ze een zoon zou krijgen. En dan komen we in het Nieuwe Testament en we hebben net die versen gelezen. We hebben net het eindrapport van Abraham gelezen. Abraham, iemand die geen twijfel had. Iemand die God de eer gaf. Iemand wiens geloof hem tot gerechtigheid werd gerekend. En Sara, iemand die kracht ontving door haar geloof waardoor ze zwanger kon worden. Iemand die geloof had, ondanks de omstandigheden, ondanks haar hoge ouderdom. En zij werd iemand ook, en ze was iemand die God getrouw achtte. Iemand die God getrouw achtte, die het ook beloofd had dat hij dat ook zou doen. En dan lijkt het alsof we een tegenstelling zijn tegengekomen. Het leven van Abraham en het leven van Sara bevat veel momenten van falen. Het bevat veel momenten waarin hun geloof niet toereikend was. Het bevat momenten van menselijkheid. Het bevat elementen van ongeloof. En het bevatte, zowel van Abraham als van Sara, verkeerde keuzes. Met verstrekkende gevolgen. Die verkeerde keuzes van Abraham. Wat voor effecten die verkeerde keuzes ze hebben gemaakt met de slavin van Hagar. Toen Ismaël kwam. En daar kwamen allemaal weer volkeren uit. En daar kwamen allemaal weer vijanden uiteindelijk uit voor Israël. Wat voor effecten hun verkeerde keuzes maar hadden. Die verstrekkende gevolgen. Dat falen van Abraham en van Sara staat duidelijk beschreven in het Oude Testament. En ik denk ook in jouw leven en in mijn leven. Ons falen staat soms duidelijk geschreven in onze herinnering. En we denken soms als wij voor God komen te staan, dan zal hij ons even goed de les lezen. Dan zal hij ons even goed vertellen hoe jij gefaald hebt. Hoe jij het mis hebt gehad. Hoe je verkeerde keuzes hebt gemaakt. En als je soms terugkijkt op je eigen leven, dan zie je al dat falen bij elkaar. En dan denk je misschien, ik krijg een heel slecht rapport zometeen. Wat wordt er van jou herinnerd zometeen in de hemel? Maar wat werd er van Abraham en Sara herinnerd? Dit is wat het Nieuwe Testament van hun herinnert. En dit is wat het oordeel van God was. En ook het oordeel van de Hebreeën schrijver als hij dan al die geloofshelden gaat opsommen. Het geloof. Het geloof is hetgene wat de hemel gaat herinneren van jou en van mij. Geloof is datgene wat jouw falen doet vergeten. Geloof is hetgene waar het uiteindelijk om gaat. En ik denk, jij en ik, wij zijn eigenlijk net als Abraham en Sara. We hebben een lijstje met onze faalmomenten. We hebben een lijstje met onze verkeerde beslissingen, met onze verkeerde keuzes. En we zien de verstrekkende gevolgen van onze eigen fouten. Die zien we om ons heen groter en groter worden. Maar geloof is iets wat God ziet in jou en in mij. Geloof is datgene wat God behaagt. Geloof zegt eigenlijk, ik heb fouten gemaakt. Ik heb gefaald. Maar ik ga mijn vertrouwen plaatsen in God. En God faalt nooit. Geloof zegt, ik ben gevallen, maar ik sta weer op. De Bijbel zegt in het boek Spreuken, de rechtvaardige valt 7 maal, maar hij staat weer
op. Hij gaat weer door. Geloof zegt, ik heb fouten gemaakt, maar Jezus heeft een foutloos leven geleid en daar plaats ik mijn geloof op. En in hem plaats ik mijn vertrouwen. En wat jouw falen ook is geweest, en wat er ook gebeurd is, dit is waar ik jou toe wil uitdagen vandaag. Ga geloven. Ga jouw vertrouwen weer plaatsen in Jezus. Want hij faalt nooit. Als je bent gevallen, ga weer opstaan. Want dat is echt geloof. Als je bent gestopt, ga weer verder. Want je wandelt in geloof. Geloof zal ervoor zorgen dat jouw falen en jouw mislukkingen niet eens meer herinnerd zullen worden als je zometeen voor God verschijnt. Alles wat er van jou opgeschreven wordt en alles wat er zometeen van jou gezien wordt, want dat geloof zal eruit springen. Dat geloof zal naar voren komen. Dat geloof dat je het gaat. Ja, je bent gevallen. Ja, je hebt verkeerde beslissingen gemaakt. Ja, je bent de verkeerde afslag gegaan. Maar je bent weer teruggekomen. Je hebt je vertrouwen weer geplaatst in hem. Je bent gevallen, maar je bent weer opgestaan. Wat zal er van jou herinnerd worden? Wat zal jouw rapportcijfer zijn? En dit is wat ik tegen jou wil zeggen. Ga geloven. En ga weer opstaan. In de naam van Jezus. Amen.